In Make Up Your Mind worden wekelijks 5 BN'ers omgetoverd tot drag queens. 2 teams onder leiding van Fred van Leer en Nicky de Jager moeten raden wie dat zijn. Het programma wordt gepresenteerd door Carlo Boshart. Vorig jaar werd de show eenmalig uitgezonden. Vanwege het succes werd toen besloten een heel seizoen te maken. Onder andere Jim Bakkum, Barry Stevens en Barry Atsma deden toen mee. Peter R. de Vries dook als mystery guest op. Een van de grote verrassingen zaterdagavond was de onthulling van Victor Reinier als Vicky Vas. Hoewel de boomlange Victor op hakken de jury niet wist te overtuigen, waardoor hij afviel in de eerste ronde, maakte zijn deelname veel los bij het panel. Het is voor de community echt fantastisch dat mannen zoals jij meedoen, aldus Fred van Leer. Nicky wist de acteur wel te ontmasker op basis van de naam, Vas is een Engelse term voor politie. Ook de uitdossing in de Engel van Maastricht was een verwijzing naar de serie waar Victor bekend van is, Flikken Maastricht. Het postuur van Miss Sea Ocean viel meteen op. Het panel werd op het verkeerde been gezet door de ringen van de Olympische Spelen in de outfit. In de lip-sync-ronde wist Miss Sea Ocean niet te overtuigen met zijn optreden, waarna hij zichzelf moest onthullen. Fred en Danny wisten Frank Deen te ontmaskeren. De naam verwees naar Missie 538, daarnaast waren ook de kleuren van Radio 538 terug te zien in de outfit en make-up. Met de verwijzing naar de kleine zeemeermin werd verwezen naar zijn Deense afkomst. Frank Deen grapte erachteraan, en ik deed een liedje van de Titanic omdat mijn radioshow is gestrand. Het panel dacht in eerste instantie dat Millie Charm een vrouw zou zijn, vanwege de elegante bewegingen. Hoewel Loretta het idee had dat ze deze BN'er kende, kwam ze er uiteindelijk niet achter met Nicky. Ook Fred en Danny zagen het niet. Nadat Millie Charm eruit lag na de lip-sync-ronde, werd Winston Gerstanovic ontmaskerd. Winston wist indruk te maken met zijn optreden. Met een gouden koffertje en de naam Millie werd verwezen naar de Nationale Postcode Loterij. De verrekijker verwees naar Tuschinski. Winston is de achterkleinzoon van Tuschinski-oprichter Herman Gerstanovic. Als laatste kwam zijn programma Marble Mania terug in het lip-sync-liedje Rolling in the Deep. De eerste associatie die het panel had bij het zien van Juno Hearts was Bulletje, vanwege het extravagante haar. Na de victory speech moest ook Juno Hearts het veld ruimen. Het panel kon niet achterhalen wie achter deze knappe verschijning schuilging. Egbert Jan Weber wist enorm te overtuigen als drag queen. De cloche verwezen naar de film Brasserie Valentijn, de hartjes verwezen naar Hartenstraat en de parels naar Oesters van Namki. Het nummer Kleine Italiaan van Marianne Weber uit de lip-sync verwees naar zijn achternaam. Egbert Jan Weber over de reden van zijn deelname, ik wil in een wereld leven waar kleur is en paradijsvogels zijn, waar iedereen kan zijn wie hij wil zijn. Winnaar Juicy Andrews ontving de Maak Je Up voor de finale award uit handen van Mystery Guest Brooke Fields. Het raden van de Mystery Guest kon de panels 2 punten opleveren, hoewel ze er niet achter kwamen. Voor het eerst werd een vrouw als drag queen ontmaskerd, boerin Bertie herkende zichzelf niet meer. Na 10 jaar niet meer op hakken te hebben gelopen, liep ze de sterren van de hemel op de catwalk.